1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring, 5, 6, and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Goedemorgen. Goedemorgen, Jack. De slachtoffer is dood. Weet je wel wie ze is? Onderzoek jij de omgeving? Dan praat ik met de getuigen. Ja. Hallo Meijer. Ik ben Lucy. Ik ben Amy. Ik ben Lucy. Ik ben Roos. Wij gaan onderzoek doen. En daarvoor moet ik wat vragen stellen. Willen jullie hierop antwoorden? Ja. Ja? Oké. Okay. Wat deden jullie in het bos? Nou, we waren aan het spelen. En toen we uit het bos kwamen, zagen we haar daar liggen. Oké. Okay. En kennen jullie deze haar? Ja, het is de vriendin van mijn broer. En jullie zijn altijd zusjes? Ja. Oké. Okay. Dus vriendin van je broer. Wie is jullie broer? James. James Snow. Oké. Okay. Hoe heette het slachtoffer? Mary Stone. Mary Stone. Oké. Okay. Dus. Ik denk dat jullie adres dan moeten hebben. Om even met jullie broer te praten. Ja. Dan kunnen jullie gewoon naar huis gaan. Ja. Niet druk maken, wij handelen dit af. Ja? En niet te veel met jullie broer praten. Ja. Dat doen wij ook. Oké? Okay? Ja. Dankjewel. Dag. Before I
James, is het niet? James Franklin Brown. Ja, wat? We hebben spijtig nieuws voor je. Man, weet ik al lang, man. Sodemiet erop. Mijn naam is Lucy Jones. Ja, het zal vast. Dit is mijn partner Jack. En we hebben een aantal vragen voor u. Over de moord op Mary. Ik weet niks. Wie was Mary voor u? Is mijn vriendin. Bas, je vriendin. Is mijn vriendin, maar ze is het toch niet meer? Waar was je gisteravond? Hey. Waar heeft u het voor haar voor het laatst gezien? Onder de douche, weet ik veel. Waar was je gisteravond? Gaat je niks aan. Wat is je alibi? Maakt er niet uit. Ik kan het beter nu zeggen. Er valt hier niks te zeggen. James, je maakt het moeilijker voor jezelf. Zo vast. Waar zag je haar voor het laatst? Weet ik veel. Maakt toch helemaal niet uit, man. Joh, ga lekker naar die Susie. Susie? Dat zou je zo vast weten. Stom wijf. Wie? Susie. Susie. We hebben een voornaam en achternaam nodig. Hallo. Hallo. Susan Cole? Wij onderzoeken de moord op Mary Stone. Mary? Mary? Mary Stone. Dat kan helemaal niet. Ze is niet dood! Ik moet even gaan zitten. Het spijt me dat u het zo moet horen. Kunt u vertellen wie Mary voor u was? Mary en ik waren beste vriendinnen. Als een zus. Het was haar vriend, is het niet? Die eikel! Dus u mocht James niet? Niet bepaald, nee. Dank u wel voor de medewerking. We weten voorlopig genoeg. I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked in the stew from Maine to Albuquerque. Dus we zijn nu weer terug bij jou. Dat lijkt het wel. We hebben een dode zangeres, een opstandelijke vriend en een niet al te lelijke vriendin. Jack. Oh, Blue, je weet dat ik een grapje maak. Oké. Laten we morgen verder. But social circles spin too fast for me. My hobohemia. Goedemorgen. Goedemorgen. Zware zaak? Ja, alweer. Mary Stone, 18 jaar oud. 18. Hier, van het huis. Extra sterk. Dankjewel, Barbara. Goedemorgen, Jack. Pardon, ik heb informatie over de moord op Mary Stone. Wat is de informatie? De informatie? Ik heb alle informatie die u nodig heeft. Laten we beginnen met uw naam. Ik ben hier niet voor mijn naam. Ik ben hier voor de moord op Mary Stone op te lossen. Ik weet alles over Mary. Ik ben haar grootste fan. En we hadden een goede vriendschap. Ze vertelde mij altijd alles. En ik haar ook natuurlijk. Maar wij hebben nog nooit van u gehoord. Dat ligt er dan ook aan wie u ondervraagt, denkt u niet?
De vriend en de beste vriendin van het slachtoffer. De beste... De... Susan! Susan, dat smerige wijf, mag zich geen vriendin van Mary noemen. Wat heeft ze jullie eigenlijk allemaal verteld? Ik ben de beste vriendin van Mary. En Susan? Susan is alleen maar een jaloers kreng. Waar ging dit ineens vandaan? Susan was alleen maar jaloers op Mary. Ze gunde haar geen geintje geluk. Nou ja, niet dat ik het geluk kan noemen met zo'n jongen, maar Susan had alles voor hem over. Ik zie je vanavond, schat. James, 2 dagen nadat hij mij gedumpt op jou wilde, je hebt hem helemaal ingepalmd. Nou, dan weet lekker dat iedereen. Okay. Ga nu weg en laat me alleen. Oh nee, echt niet. Waarom niet? Ik ga je leven bezuren, laat. Je bent een vieze vader. Zijn jullie niet op de hoogte van hun relatie? Susan en James hadden een relatie. Opvallend, hè, dat ze deze belangrijke informatie gewoon heeft laten wegvallen. In ieder geval, Susan en James hadden een paar jaar geleden een relatie. Totdat hij Mary ontmoette. Daarna was de liefde snel over. Susan was er kapot van. Heeft sindsdien Mary altijd gehaat. Denkt u dat Susan James terug wil? Ja. Nou, Mary heeft nooit geweten dat die twee samen waren. Tot de avond van het strandfeest. De avond dat Mary vermoord is. Ja. Nadat Susan het haar vertelde, heeft ze James mee geconfronteerd. En hij nam het niet zo goed op. Er was een verschrikkelijke ruzie. En Mary sloeg hem. Oké. Ik ken James niet zo goed. Maar als er één ding is wat ik over hem weet, is dat hij niet iemand is die het daarbij laat zitten. U denkt dat James Mary heeft vermoord? Dat klopt, ja. Kom je helemaal naartoe en je hebt helemaal niks te vertellen? Godsamme, wat een vieze vrouw. Laat me los! Nou, laat me los. Ik laat jij nooit los. James! De dames zijn stop. James Franklin Brown, u staat onder arrest. Dacht je even makkelijk af te komen, hè? Vluchten. Ik dacht wel dat je zo'n type was. Dit heeft geen zin, James. We hebben genoeg bewijs om je op te pakken voor moord. Vertel ons wat er gebeurde. Jullie hebben echt geen idee, hè? Geen idee van wat, James? Dat ik het niet heb gedaan! Wat moest je nou van Susan? Ik ging bij haar langs. Omdat ze zei tegen mij dat ze iets wist over de moord van Mary. Maar ze wou mij alleen maar terug. Dus probeer je maar met geweld uit te krijgen? Dat wat je met Mary hebt gedaan.
Zo ging het helemaal niet. Zo ging het wel, James. We weten het allemaal. Jullie hadden die avond ruzie. Je werd boos. Ze sloeg je. Is het niet, James? Zo ging het niet. Zo ging het wel. Oké, we hadden ruzie die avond. Dat klopt. Ze sloeg mij. Dat klopt ook. Maar toen ben ik naar huis gegaan. Ik heb haar niet meer gezien. Ze was mijn vriendin. Ik hield van haar. Ik heb haar nooit pijn kunnen doen. Maar als jij denkt dat ik haar heb vermoord, pak me dan maar op. Ik ben haar toch al kwijt. James Franklin Brown, u staat hier bij ons arrest vermoord. U heeft het recht te zwijgen. We zijn getrouwd, man, verdomme! Ik hield van haar! Jack, ik... Ik ben ook blij dat we eruit zijn. Je bent gewoon blij dat Suze het niet is. Een beetje jaloers, hoor. Nee. Thank you.